Kunstfeest! Ik zit hier naast een prachtige kunstenares. Ik ben Anne. We gaan vandaag iets heel leuks knutselen voor Ouderdag. Namelijk... Een raket. Een raket. Want we houden natuurlijk van papa en mama tot de maan en terug. Wat hebben we daarvoor nodig? Glittertjes en pennen en veertjes en mooie gekleurde balletjes. Zullen we dan maar gaan beginnen? Ja. Oké, wat is je lievelingskleur? Blauw. Blauw? Wil je dan ook een blauwe raket? Ja. Ja? Heel goed. Want we bouwen natuurlijk een raket, maar het is eigenlijk... Een pennenbakje. Een pennenbakje. En voor wie maken we deze? Van mama. Zo? Ja. De basis is bijna af. Ik pak nog even dit blauwe, maar misschien kan jij alvast dan beginnen met een raket. Deze blauw. Stel, er wordt je nu gevraagd van Amber, jij mag met ons mee in een raket naar de maan. Zou je dat dan durven? Ja. Ja? Nou, knip maar uit. Die heb je echt goed getekend. Hoe groot zou een raket zijn in het echt, hè? Heel groot, denk ik. Denk ik ook. Heel goed. Kijk, lijkt ook een beetje op een visje. Dan gaan we deze hier zo opplakken. Welke kleur zullen we dan nog meer doen voor de andere kant van de raket? Groen? Oké. Oké, dan ga jij de raket versieren. En dan maak ik de andere kant. Oh, dat is leuk. En ook goed bedacht. Een soort van veertjes als vlammetjes. En je maakt dus een raket voor je moeder. Ja. En wat vind je dan het allerleukste om te doen met mama? Knuffelen. Ach, knuffelen. En hoe heet je moeder? Wendy. Wendy. Nu is die klaar. Tada! Nu is die klaar. Hij is klaar. Hij is klaar. Woehoe! Wat hebben we gemaakt? Een raket. En daar vliegen we mee naar de maan. Wil je nou ook andere knutsels maken? Check dan de video's in de afspeellijst van het knutselfeest. Fijne ouderdag. Doei!